Mijn naam is Pier Prens, lijsttrekker CDA Eems-Delta. Voor het CDA Eems-Delta is het welzijn van onze inwoners belangrijk. Te denken daarbij aan een goed sociaal beleid. Daarbij aan de binding met de dorpen en de wijken. En daar kunnen ook de dorpshuizen een rol in spelen. En daarnaast natuurlijk in het kader van de aardbevingen veilige woningen. Als inwoners van dit gebied zijn we best trots op onze omgeving. Als je kijkt naar het onderwerp duurzaamheid, wat heel belangrijk is, doet dat best een aanslag op ons openbaar gebied. Het is belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan. Daarnaast is het ook belangrijk dat we trots zijn op ons culturele erfgoed, waar onze nieuwe gemeente heel rijk aan is. Het CDA vindt dat we trots moeten zijn op ons culturele erfgoed. Dat betekent in onze regio, waar ontzettend veel aanwezig is van het culturele erfgoed, dat we moeten gaan voor bescherming daarvan. Ook in het kader van de aardbevingen en het herstel van schade is het belangrijk om ook oog te hebben voor ons cultureel erfgoed. Voor onze nieuwe gemeente Eems-Delta is de economische pijler ook enorm belangrijk. Te denken valt daarbij aan de havens, de industrie, het midden- en kleinbedrijf, de vele ZZP'ers die we hebben en de agrarische sector. Stem op 18 november. Bouwen naar vertrouwen voor de nieuwe gemeente Eems-Delta.